Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij vindt het niet erg dat de Nigeriaanse rijstboeren niet met hem willen onderhandelen in de kwestie waarbij de groep nog compensatie van de staat moet ontvangen. Vanmorgen voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers zei Seudin dat de gevoerde acties het proces van uitkering juist hebben vertraagd. We leven in een democratisch land en ieder mag zijn eigen mening hebben. Feit is wel, en dat moet ik wel even kwijt, net zaterdag ervoor op 27 juli heb ik de hele groep ontvangen. Het begon een beetje woelig, maar door één voor één alle zaken, alle knelpunten te bespreken, kwamen er duidelijke afspraken met elkaar. Waarbij ik aangaf, want zij gaf aan van, ze zitten in een precaire situatie, druk van de bank wat aflossing betreft. Anderen moesten aan gewasverpleging doen, kunstmest, chemicaliën. Ik zei oké, niet iedereen zegt dat. Maar zij die in nood zitten, laat ze komen vanaf maandag. Dus op een zaterdag. En maandag begonnen de boeren zich te registreren. De minister geeft verder aan dat het meer om de kleine landbouwers gaat die problemen hebben. De overheid moet nu maatregelen treffen om de kleine boeren ook mee te nemen in de groei van deze sector.